ja, met corona nu op dit moment kunnen we niet een grote discotheekje op gaan zetten. Lekker losgaan in de club, dat kan eindelijk weer sinds afgelopen weekend. Dinsdagmiddag konden Nijmegenaren in de kleinste clubtour ervaren hoe het is om weer even lekker te feesten. We zijn op het idee gekomen omdat eigenlijk op dit moment de feestjes in Nijmegen en eigenlijk door heel Nederland heen gewoon een stuk minder zijn. En dat we mensen ook graag een feestje willen brengen. Meestal vinden dit soort feesten plaats in een enorme tent. Maar dit keer heeft de organisatie Music Moves ervoor gekozen om het klein te houden. En dat heeft een reden. Nou ja, met corona nu op dit moment kunnen we niet een grote discotheekje op gaan zetten. En daarnaast willen we ook heel graag het gevoel van eenzaamheid een beetje creëren. Dus, eenzaamheid creëren? Ja, in de zin van als jij uitgaat, dan sta je daar met z'n allen in een grote club. En op dit moment is de club heel erg klein. Dus het idee is ook van dat als je naar binnen gaat, dat je eigenlijk een soort van confrontatie hebt met de artiest. Dat je een confrontatie hebt met jezelf van, hé, wat is die club klein? Oh, zo is het gevoel van eenzaamheid. Maar er zijn doelgroepen die daar ook mee te kampen hebben. Zoals ouderen op dit moment die in een verzorgingstehuis wonen en niet zoveel contact hebben. De organisatie hoopt dat jongeren via de muziek in een kleine feesttent in contact komen met mensen die normaal gesproken niet in een club te vinden zijn. Zoals gehandicapten of ouderen. Maar of dat dinsdagmiddag ook echt gelukt is? Denise ging er zelf in elk geval wel voor. Tuurlijk ga ik zelf even dansen. Het mag weer, hè? De kleinste club is op tour en komt nog op diverse plaatsen in Nederland.